Wat er gebeurde in de vorige ark. Oh my god. Stop met poep te gooien. Dammit, ik dacht dat hij honger had. Mijn timer is aan het liegen. Hij heeft geen honger. Ik heb hem. Tering, ik schrok daarvan. Artifact of the clever. Ja, ik ben best wel clever zo nu en dan. Oh god. Martijn heeft er even flink wat gepoeld. Hebben. Be gone, you pests. Be gone. Eigenlijk moet je gewoon zo achteruit lopen of een kant op. Zodat ze zeg maar in een lijn gaan vliegen. Zodat je ze gewoon makkelijk in één keer kan doden. En nu is het echt van ja, raak ik ze of raak ik ze niet. Of gaan ze een beetje vervelend om je heen zitten vliegen. Als een stelletje idioten. Hier is... Ah, ik heb er één. Kijken welk level is dit. Ah, tering. Een level... Dit is die level 72 weer. Daar hebben we te weinig voor. Damn it. Daar hebben we 21 large of 31 medium voor nodig. En dat kost dan bijna een uur. Ja, daar hebben we dus te weinig voor. Hé, hey, what the fuck is dit? Er is nog een artefact of zo. Dit is een loot crate. Blueprints. Hype, oké. Dan gaan we weer terug naar boven. Dat, ja, dat lijkt me wel een goeie. Indien het niet fucking druk is. Nou, ongeacht of het druk is of niet, we moeten er fucking toch doorheen. Ja, zijn we weer. Zonlicht. Ja, inderdaad. Maar dit was niet echt een geslaagde run. Wel voor meat. Zeker voor meat, ja, dat wel, dat wel. Ik heb trouwens ook een artifact of the clever. Ik weet niet wat ik daarmee kan. Die kan je tentoonstellen. We hebben al wel een paar. En die geven dan licht 's avonds. Oh, nou, dan hou ik hem gewoon en dan zal het vast wel goed zijn. Jawel. Kijk gewoon eens voor de gein wat er allemaal ligt. En dan moet je dat bekijken en dan bedenken van hoe past dat op die wolf. Even in de realistische termen, hè, want dit is bullshit. Nou, het is in ieder geval goed om te weten dat zeg maar in die grot, als je tering veel experience en meat wil, moet je gewoon even met een hooglevel wolf daar naar binnen gaan. Al die piranha's spoelen. Uiteindelijk natuurlijk. En dan uiteindelijk heb je echt tering veel meat en experience aan het einde van zo'n run. Zo, vogeltje staat weer binnen. Deurtje mag weer dicht. Ik moet ook nog trouwens van al deze poep moet ik af. Dus die ga ik denk even zo direct over een richel heen gooien. Even kijken, waar is dat dolfje? Dan zou deze ernaast moeten. Ep. Oh, de lek. Ga ik nu even van mijn kak proberen af te komen. Eén voor één de kakjes van de richel gooien. Kijk me gaan. Kijk me gooien. En wat levert dat op voor stapel? Een tering mooie stroom van kakjes die maar blijft gaan. Gelukt. Oh ja, flink. Ik moest zo nodig, joh. Oh, zoveel poep. Wie is dit nou weer? Faro Checks. Die lag voor de deur. Maar er staat Checks in zijn naam. Ik ben een grote fan van Checks. Zou wel fan zijn. Nou ja, lekker laten liggen. Er werd gezegd, als je inlogt, staat er een kist voor je klaar. En dat lijkt me heel erg vanzelf. Zo, jullie benen begaven het. Volgens mij hebben we hier... God damn it, don't check box. Het staat er al in. Oké, zo is het mooi in beeld. Don't check box. Oké, we checken de box. Wat zit erin? We heard you liked armor. So we hooked you up with this brand new apprentice armor set and journeyman and more. You're now officially pimped. Namens MMS3 wensen we je veel plezier. Dankjewel jongens, wat hebben we hier? Fucking balls. Simpel pistol metal hatchet. Maar, apprentice shit en journeyman, dat is echt de grootste shit ever. Als in, dat is fucking goed. Oké, wacht. Hoe gaan we dit even snel doen? Ongelooflijk. Oké, mijn huidige spullen leg ik dan hier gewoon eventjes in de kist. Oh my god, wat een... Dit is echt vrede shit. Kan je nagaan, ik gebruik vrijwel nooit het woord vreed. Maar kan je nagaan hoe vreed het eigenlijk is? En als ik het zo bekijk, dan kan ik de nerdy glass ophouden. En
We're done. Oh. Ho, ho, ho. Look at me now. Dat is insane. Maar ja, al heb je zo'n pike vast, dan gaat het schild gaat natuurlijk eventjes weg. Dit is een gruwelijke pike. En mijn gewicht zit ook al bijna vol. Maar dat komt door het schild. Oké. We doen het schild weg. Het schild neemt namelijk echt weight 45 in. En ja, we zijn nog niet echt hoog level of wat dan ook. Dus dan krijg je inderdaad een beetje de issue van... Goh, hey, ik ben een beetje zwaar. Maar de spulletjes zijn nu weg. Onze inventaris is nu gewoon vele malen leger dan dat het net was. Oké, en nu we dit hebben gedaan. Even wat vleesjes in onze broekzak. Kunnen we eens even gaan kijken hoe het ervoor staat. Ai, meneer de bron, totastic. Hey, wat is dit? Dit is nieuw. De fanhotel. Is het serieus zo waanzinnig dat er gewoon... Ja, je meent het. Je meent het. Joss Boy zit er hierin. En Faro checks. Ja, jongens. Dat is het hotel. Veel succes. Dat is leuk spelen. Het had helemaal grappig geweest. Dan was er ook echt zo'n valkuil. En dat ze... Oh. Ja, dat is lag voor je. Welkom bij Ark en een instabiele servers. Altijd kut. Altijd vreemd. Oké, maar nu ik dit pistool heb, wil ik die natuurlijk eventjes zo. Dat is een vrede manier van fucking laden. Dat is gaaf. Echt, moet je voor de gein eens even kijken naar, zeg maar, Kikker Padman met het brilletje. En hoe die dus constant zo om zich heen zit te kijken. Totaal onbewust van wat hij moet doen. Moet ik naar de links? Naar rechts? Midden? Nee, toch links. Of rechts? Ik weet niet, ik kan het niet goed zien. Die bril is niet goed. Mam, ik heb een nieuwe bril nodig. Verdomme man, ik zie niks. Oké, ik heb een plan voor wat ik wil doen. Kijk, als je op een gegeven moment zo gevestigd zit, zoals ik en met Martijn en Marnix, weet je. Dan ga je meestal niet zo ver de deur uit, want je probeert het gewoon zo dicht mogelijk in de buurt te zoeken. Dus ik stel voor, we gaan met meneer Mus. We springen even op zijn nek, we lopen naar buiten. En we gaan dus een beetje de wereld verkennen waarin we nou een beetje zitten. Want er zijn echt nog gebieden geweest waar ik echt nog bij lange na niet ben geweest. Waar ik toch wel een beetje nieuwsgierig naar ben. Zoals bijvoorbeeld, daar zie je die ijsbergen als het ware. Of gewoon die bergen met sneeuw. Daar zijn we dan alles geweest. Ik heb het gevoel dat we ook in dat moerasgedeelte alles zijn geweest. Maar ik heb het gevoel alsof we deze kant nog nooit zijn op geweest. Zo, dit is ook een gave rots om op te bouwen hoor. En je ziet het. Iemand heeft daar gebouwd. Maar niemand heeft daadwerkelijk... Oh, toch wel. Het moest alleen eventjes laden nog. Ik dacht al, dit is een prachtige berg hier. Hallo, kom even binnen vliegen met mijn bakkes. Hallo meneer de Bronto. Of ben ik hier al wel eens geweest? Ik kan deze rotse formatie enigszins wel herkennen. Zeg maar, op dit eilandje, dit gedeelte, heb je ja, voornamelijk veel stenen. Vrijwel geen bomen of andere grondstoffen, zeg maar. Zo, dit is tof gedaan. Met die rots hier en dan erbovenop bouwen. Eens even kijken, wie hebben we hier, hè? Ik vlieg zo naar binnen, joh. Ik heb geen uitnodiging nodig. Hup, en ik kak ook nog eens in je huis. Dat is wat ik van je... Heb ik serieus naar binnen toe gekakt? Wacht even, hoor. Dat moet ik even goed zien. Ik kan het niet... Ja! Goed gedaan, meneer Mus. Goed gedaan. Kom gewoon even ergens op bezoek. Hey, dit vind ik van je huis. Ja, op dit eiland moest iemand wel een basis maken. Fucking mooi. Je kan hier echt een hele arena van maken. Maar deze persoon heeft gewoon voor besloten om een woning hier te maken. Hello. Dodo Army NL. What up? Hallo? Is er iemand thuis? Ik denk dat de huiseigenaar niet thuis is. Als ik zo even naar binnen zit te gluren. Meh. Zonde dit, hè? Dit is zonde. Dag. Ik ga weer verder. Ik dacht, ik kom even op de koffie. Om even een complimentje uitdelen. Hey, mooie basis. Maar als je er niet bent, ja, dan gaat het moeilijk. Alright, ik ben hier even aangekomen bij een groen straaltje. We gaan eens even kijken wat hier te vinden is. Want volgens mij was het bij zo'n rode straal. Kon je zeg maar in Broodmother spawnen. Maar bij deze kan je een Broodmother spawnen.
What the fuck? Ben ik weer bij dezelfde uitgekomen? Oké, want ik zag namelijk ook in de reacties Artifact of the Clever. Kijk hier. Dit slaat nergens op. Ik heb hem letterlijk hier, maar er staat erbij Owned Zero. Maar je hebt er eentje nodig. En die heb ik. Maar daar vinkt hem dan niet gelijk af. Yo, what the fuck? Jij gierig spel. Ik zag het al in de reacties staan van, yo man, al heb je zo'n Artifact of the Clever, dan kan je hem spawnen. Maar ja, een beetje moeilijk als het spel niet registreert. Yo, what the fuck? Eens even gluren, hoor. Dit is gewoon een man met een hele grote piemel. What the fuck vindt zich hier plaats? Mijn computer kan het nauwelijks aan. Jezus. Waar begint het? Waar eindigt het? Ik vind deze toren vind ik specifiek heel vet. Want daar heeft hij zeg maar die artifacts heeft hij hier zo bovenin gedaan. Zodat het lijkt dat het echt zo'n gloeitoren is als het ware. Yo, dat is tof. Even kijken, welke befaamde man zit hier achter? Ik parkeer denk ik even op zo'n daki. Eppakee. Laten we even kijken, wie is dit? Danish Dino's. Huttenbrut, knekkenbrut. Compleet Zweden belachelijk maken. Deensen, die praten helemaal niet zo. Maar ja, hey, ik zeg Scandinavië, ze praten allemaal zo. Het is allemaal knekkenbreut. Ik weet nog wel, elke keer al kwam ik een Zweed tegen of Noorwegen of wat dan ook. Kwam ik tegen een videogame. Het eerste wat ik gewoon altijd zeg om het ijs te breken. Oh, knekkenbreut. Vinden ze allemaal leuk. Ik zie dus zo'n befaamd blauw straaltje. Zal je net zien, moet je daar level 35 voor zijn. En dan ben ik dat niet, hè. Eens even kijken. Wat staat er? Supply crate, ja. Mag ik hem openen? Een metal sign. Wat een kak. What the fuck moet ik nou met een metal sign, man? Wie woont hier? Je moeder heeft een kleine piemel. Klopt niks van. Wie woont hier? Je fiets is gestolen door je buurman. Dit is fiets alert. Ja, mensen lastig vallen met een paar willekeurige woorden. Dat is altijd fijn. In spelletjes, hè? Niet in het echt. Dat doen we niet aan. Nee. Alleen in spelletjes. Alright, wat zit er in deze supply crate? Ja, ook geen ene bok. Hello, is someone here? I am your friend, my friend. Tering, Jantje, ik schrik me de tyfus vanwege die planten die beginnen te spugen. Zo, die werken. Zie hem? Zie hem pijn lijden? Hij heeft op me gespuugd. Hey, what the fuck? Dat is een paarse straal. Die wil ik! Maar eerst de blauwe. Hey, nog een blauwe. What the fuck? Die gaat net spawnen, of niet? Yo, dit is vet hoor. Met dat licht in dit kloofje als het ware. Super tof. Ja, ze weten wel zeg maar sfeer te creëren, deze makers van de game. Maar jammer dat ze geen goede game weten te creëren. Hey, dat is een goede blueprint. Hebbes. Ik heb gehoord zo'n cheating armortje, dat is prima. Nee. Metal wall. Het is iets. Maar nu is inmiddels ook die in de paarse geland, dus dan kunnen we daar ook gelijk naar haasten. Hey, wacht. Waar ik nu naartoe vloog, vlieg. Ding. Ah, daar is de paarse. Ik dacht dan, what the fuck, waar is hij heen? Ik wilde er al naartoe vliegen. Hey, what the fuck? Oh nee, die is wit. Hey, maar nee, daar was ook een paarse. Iemand heeft mijn paarse gesteeld. Ja. Jezus, moet je eens kijken wat voor licht dat creëert. Natuurlijk midden in het water. Nou, zet die vogel maar aan de zijkant. Eens even kijken hoe we dit gaan doen. Het is donker. Veel te donker. Piranha. Is dat een piranha? Nee, dat is gewoon een vis. Ik dacht, ik word al gelijk wild. Ik geef gelijk zo'n vis een map. Welk level moet je hiervoor zijn? 35, paars is 35. Ik word aangevallen. Help. Wat? Ja, nee, daar heb je ze. Viezerik. Hé? Hey, dat vlees kan ik daarentegen wel gebruiken. Want mijn vogel zal waarschijnlijk zo direct honger hebben. En als het goed is, ben jij een vleeseter. Als het goed is hoor, what the fuck, snow globe. Geen idee wat dat inhield, maar meneer Mus heeft eten. Zo, die had honger. Dan moeten we nu denk maar eens even weer kijken waar het fucking huisie is. Want ik ben wel erg ver van huis inmiddels. Hey, what the fuck, dat is een rode straal. Ja, daar zou je waarschijnlijk nog hoger level voor moeten zijn.
Maar eerlijk, al, kijk je al bekijk je de wereld vanaf dit perspectief, zit je ook van, tjo, best mooi, best mooi. Dan mag er echt zo'n Aladdin-tuntje gegooid worden, hoor. Van, I can show you the world. Shiny shimmering, splinter tussen de zon, jongen. Kijk die straal op. Hey man, maar er zijn echt genoeg paarse... Daar was een paarse straal in ieder geval. Maar er zijn genoeg paarse stralen. Dus ik moet even... Ik ben heel zeg maar benieuwd wat er zeg maar in zo'n paarse straal zit. Dus ik moet gewoon even level 35 worden. Gezien het feit dat ik nu 26 ben... moet je nog even 9 leveltjes bij. Oh my god, dat zijn zoveel piranha's. All that experience though. All that experience.